die waarschijnlijk echt van belang zal zijn. En dan gaat het met name om de man uit Alma-Ata. Terwijl hier het klassement doorgaat. En Schalei natuurlijk door die positiewisseling en die tijd van Emmingen van de 14e naar de 15e plaats opschuift. En als Yasserin die nu gaat rijden die tijd ook overtreft, dan zakt Frits dus naar de 16e positie en zit hij echt op de wip. We zijn begonnen met rit Yasserin tegen Gordon Goplin uit Canada. Uit Saskatoon en Manitoba, want we zijn toch geografisch bezig vandaag. En Victor Yasserin komt uit Alma-Ata en dat alleen is al... Ai, 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 die man die opent in 18-8, zeg. Wat krijgen we nou allemaal? Wat is die van plan? Ja, hij kan het natuurlijk, want hij is de wereldrecordhouder op deze afstand. Met een tijd van 6:49:15. Ooit gereden op de Medeobaan van Alma-Ata. Nou, daar zullen we voorlopig niet aan denken. Maar we gaan wel kijken naar de tijden van Yasserin. En die vergelijken met die van Hein Vergeer, de snelste man tot nu toe. Want dat lijkt me in eerste instantie het beste uitgangspunt. 600 meter voor Victor Yasserin. 51-7, waar Hein Vergeer 51-4 noteerde. En de Canadees die een persoonlijk record heeft staan van 7:14,5, probeert aan te klampen bij het tempo van Yasserin. Maar normaal gesproken zal hij dat niet al te lang kunnen. We gaan naar de kilometertijd. Met de Rus uit Alma-Ata in 1.25 rond. 1.25 rond. 16e langzamer dan Hein Vergeer. En Goplin inmiddels op een achterstand van 2,5 seconden ten opzichte van Yasserin. Maar de Canadees zal er ook verstandig aan doen zijn eigen race te rijden en zich niet te spiegelen aan zijn tegenstander. Die is te sterk. De 1400 meter voor Yasserin. De beste schaatsrijder van de wereld, maar nooit echt doorbrekend in toernooien. 1.57.6. 2/10 langzamer dan Hein Vergeer. Maar misschien gaat Yasserin met dat image wat hij heeft nu ophouden. Hij zal erop gebrand zijn om ook in een toernooi eens een keer goed uit de verf te komen. Een paar weken geleden in Oslo deed hij dat eigenlijk al een beetje. Toen werd hij 4e in het eindklassement. Maar als je het klassement van de beste aller tijden bekijkt, dan leidt Yasserin daarin nog steeds. 2:29.9 is inmiddels zijn tijd naar 1800 meter. En dan is hij sneller dan Vergeer. 16e seconde sneller. Houder van het wereldrecord. En dat schema had dezelfde tussentijd naar 1800 meter dan die hij nu reed. Maar dit nog eventjes terzijde. 2200 meter, Yasserin. 3:02.3. Ja, 1:16 seconde sneller dan Hein Vergeer. En 1/10 sneller dan zijn tussentijd die uiteindelijk ooit leidde tot dat wereldrecord. Je moet er toch niet aan denken natuurlijk. En die Yasserin, ja, die stond ook 3e op de 500 meter. Dat is een hele, hele gevaarlijke klant hoor. 2600 meter. Hein Vergeer, 3:37.2. Ja, hier is Yasserin, 3:34.9. Wat is deze man aan het doen? 3:34.9. Nog altijd een schema dat zich verhoudt tot het wereldrecord. Twee en 3/10 seconden sneller dan Hein Vergeer dus. Maar Hein zijn sterkste deel, dat moet nog komen. Dat kwam na 3400 meter. En we gaan nu met Yasserin naar de 3000 meter. Die hij aflegt in 4:07.6. En dan is hij 2,5 seconden sneller dan Hein Vergeer. En maar 3/10 seconden ligt hij achter op zijn schema van het wereldrecord. De Canadees Goplin inmiddels op 4:25.7 met grote achterstand. En die man die maalt maar door, verslapt geen 1 seconde, 3400 meter,
4, 40, 7. Daar waar hij Vergeer 4, 43 rond had. 2 3/10 seconden dus. En nu kijken wat het verschil straks zal zijn. Want dit is de episode geweest waarin hij Vergeer verschrikkelijk snel ging rijden. Ging versnellen. Dit was ook de periode waarin hij afrekende met zijn directe tegenstander Oleg Bogdev. We gaan af zometeen op de 3800 meter met Shashirin. Daar had hij Vergeer 5-15-5. En daar heeft Shashirin 5-14-0. Ja, het verschil loopt terug. Anderhalve seconde nog is de rust sneller dan hij Vergeer. Maar we mogen er al gaan twijfelen of hij dat vol kan houden. Wat het ook wordt, een schitterende eindtijd, zeker. En eindelijk dan maakt Shashirin het waar. Echt waar, in een groot toernooi. Derde op de 500 meter en op weg ook nu naar een toppositie op de 5000 meter. Tussentijd 5.47.5. 17e seconde sneller nog dan hij Vergeer. 2 rondjes voor het einde. Dit gaat er nog om spannen, want hij gaat door, hij probeert het. Ai, ai, ai. Gaat deze man Vergeer dan nog kloppen? Dan moet hij wel wat in huis hebben, dit laatste stuk. En het gaat moeizaam, u ziet dat. Maar de kracht is in dat lijf aanwezig en komt er ook uit. 6.21.3 had Vergeer. En hier komt Shashirin in. 6.21.1. Een verschil van 0,2 seconde in het voordeel nog altijd van Viktor Shashirin. Maar nu dat laatste rondje. Dat laatste rondje dat hij Vergeer heel goed aflegde. En Shashirin kan nu een beetje toekruipen naar zijn tegenstander Koppelen uit Canada. Dat kan een mikpunt zijn, dat kan hem inspireren. Hij komt er nog heel dichtbij, haalt hem net niet in. Maar gaat nu op weg naar het einde waar Vergeer 6.54.91 noteerde. En dat haalt hij niet. Nee hoor, 6.55.49 is de eindtijd voor Viktor Shashirin. Een fantastische tijd natuurlijk, de tweede tijd van dit toernooi. Maar de snelste man op de 5000 meter blijft Hein Vergeer. 6.55.49, hetgeen natuurlijk wel betekent dat Prins Galei nu zakt naar de 16e plaats in het klassement van de 5000 meter. En Shashirin, hij is tevreden. Hij is blij met zijn prima tijd. Maar hij had het graag een fractie sneller gedaan, neem ik aan. Hij had toch graag die eerste plaats op die 5 kilometer willen binnenhalen. Dat is net niet gelukt. 1 Vergeer, 2 Shashirin en dan Mosin, Emminger en Bogdev.